Toepark De Hagen gaat een nieuwe fase in. Terwijl de waterspeelplaats al volop in gebruik is, bij weer of geen weer, wordt de laatste hand gelegd aan de toekomstige buurtmoestuin. We zijn in 2010 begonnen met 6 verenigingen onder één dak te gaan. En we zeggen, we moeten een centrale plek in de stad hebben waar we gezien worden. Waar we de natuur- en milieuboodschap kunnen uitdragen. En we hebben na lange weken en wegen met de gemeente hebben we deze plek aangewezen gekregen van, ga er maar mee aan de gang. En dat hebben we gedaan. We hebben een ontwerp gemaakt. Die was in 2013 klaar. En toen zeiden we gaan beginnen. Nou, en we zijn nu in 2019. Ambtelijke molens malen langzaam. Ja, nou goed, de aanhouden wind. En je bent natuurlijk met een burgerinitiatief bezig. En ook de gemeentelijke organisatie moest wennen aan het feit van een burgerinitiatief. Van hoeveel ruimte kun je daaraan geven? Komt het allemaal wel goed? Doen ze het wel op de goede manier en veilig? Dus ik snap die belemmeringen wel. Maar aan de andere kant, als je de energie erin wil houden, moet je ook weer niet te langzaam werken als organisatie. Nee. Dus we moeten het zelf als organisatie nu heel goed ons best doen als natuurorganisatie om bij iedereen betrokken te houden. Maar ja, goed, als je ziet, zoals gisteren hebben we hier die moestuin, de heg aangeplant. En dan lopen er dan zo'n man of 20 die allemaal helpt met via de oproep, via de appgroep, van dat er al heel veel mensen lopen die helpen met de boel realiseren. En dat is toch wel hartverwarmend. Ja. We hebben de stadsmoestuin die we hier samen wilden maken, onze ontmoetingsplek als werkplek voor iedereen die zin heeft om mee te doen, om groenten te kweken op een biologische manier. Daar hebben we een organische vorm voor bedacht, een hele mooie ellipsvorm. Ja. Zeg maar, je zegt nou biologische manier, maar ik hoorde ook het woord permacultuur vallen. Ja, permacultuur is meer het systeem van hoe je met de teelt omgaat. En permacultuur betekent letterlijk permanent in cultuur. Dat betekent dat er nooit kaal is wat de grond ligt. Dus de grond moet permanent in cultuur zijn. Er moet altijd wat op groeien. En dat betekent dat als je iets oogst, dan zaai je ook gelijk weer of een winteroog in. Of je zaai nog weer een late spinaziesoort in of wat dan ook. Alles wat maar past. Ja, en dan heb je maar dat is nog niet de manier waarop ik mijn tuintje beheer. Ik heb 3 vierkante meter moestuin. Maar dit mag je toch wel een beetje leren, hè? Hoe gaat dat? Ja, nou, nou, goede vraag. En terecht ook, want we gaan 9 mei beginnen, althans als we voldoende aanmeldingen hebben, gaan we beginnen met een cursus stadsmoestuinbeheer. En daar vragen we de omgeving, omdat er natuurlijk bij, dus alle betrokkenen uit de directe omgeving, maar ook leden van de 6 clubs, die mogen meedoen. En die aanmelding loopt nu, dus via de website kun je zien hoe je daar aan mee kunt doen. En dan proberen we voldoende deskundige mensen te krijgen die dus de wisselteelsysteem en alles, dat ze snappen hoe dat werkt. En dat leren we ze ook aan. En ze gaan ook zelf in de zomer met een zomeropdracht bezig, dus het is geen luie cursus, ze gaan echt aan de slag. In zwit des aanschijns, hè? Maar hoe lang duurt die cursus? Nou, we denken aan 5 of 6 bijeenkomsten. Dus een aantal bijeenkomsten voor de zomer. En dan even een zomerrust, dat ze ook aan de slag kunnen. Dingen kunnen uitzoeken, andere projecten kunnen bezoeken in hun eigen tijd. En dan wijzen we dan wat aan. En dan gaan we na de zomer gaan we naar een afronding toe. Ja.